Nou, dit is in ieder geval wel een hoogtepunt in mijn uh, carrière. Die nog niet zo lang is. En ik hoop nog wel dat de carrière nog iets langer, uh, langer duurt. Maar het is gewoon geweldig om het Koningspaar in Overijssel te mogen ontvangen. Met heel veel mensen samen. Want dat is wat we laten zien. De commissaris van de Koning, Ank Bijleveld. Uiteindelijk is zij degene die de samenstelling van het programma bepaalt. Uit alle Overijsselse gemeenten kreeg ze het verzoek of ze het Koningspaar mochten ontvangen. Kijk, wat ik hier heb uh, is de kaart uit Serenbroek. Die, uh, ja, dit is eigenlijk de reden dat we naar uh, Serenbroek gaan. Dit zijn allemaal mensen uit Serenbroek. En hier ziet u het hele dorp. En uh, de vraag die ze aan mij hebben uh, gesteld: van. ...mogen wij het Koningspaar ontvangen op ons 650-jarig feestje. We hebben heel veel aanvragen inderdaad. En dan moet je een soort objectief argument hebben om te kiezen. Daar hebben we naar gekeken. Want Zwolle, de hoofdstad, moet in ieder geval in het uh, programma zitten. Dus die was altijd zeker. Dat is in iedere provincie uh, zo. En toen hebben we gekeken, is er iets bijzonders in plaatsen? En dat was zo. Serenbroek heeft een 650-jarig bestaan uh, in de gemeentekampen. En Goor heeft 750 jaar stadsrechten. En beide vieren dat in die week... Dat zou het begin zijn van hun festiviteiten. En daarom hebben we voor die plaatsen gekozen. En vanzelfsprekend hielp ook de kaart. En hiermee hebben zij, je zou kunnen zeggen, gewonnen. Hebben zij hun dorp zo aantrekkelijk gemaakt dat de koningspaar daar komt. Niet te veel poespas en Overijssel laten zien zoals het is. Dat is het beeld dat Ang Bijleveld wil neerzetten voor koning en koningin. Ik wil eigenlijk meegeven, ontmoeten mensen in Overijssel, gewoon zoals ze zijn. Norberschap, dat moet hier zichtbaar zijn. Dus we laten gewoon de mensen zien zoals we zijn. We kleden de plekken ook niet echt extreem anders aan. We ontvangen ze op een buurtplein of in een tent, want dat doen we normaal ook. Dat is heel leuk natuurlijk, een tent. Maar in hoofdstad Zwolle is het provinciehuis de bezoekplek. Ja, dit is een speciaal plekje, want hier kijken we naar de plek waar het koningspaar straks zal worden ontvangen. Wat gaat hier gebeuren? Nou, hebben we hebben hier de ontmoeting met alle ijs.